In zo'n stad als hier kan je er één of twee van die dingen als een noviteit om bijvoorbeeld de noord of de oost- en de westkant met elkaar te koppelen. Dus we hebben het hier eigenlijk. Ja. Als je dan omhoog gaat en dat je dan in plaats van dat je bijvoorbeeld dus een verhoogde greenway, als je bijvoorbeeld hier zou staan of een van deze plekken en je wil hier komen, dat je dan niet over die wegen hoeft, maar dat je dus dan een verhoogde pad zou hebben met daar de planten, de bloemetjes, misschien zelfs een volkstuintje erin als het ware. En zo zorg je ervoor dat je dus niet Niemand heeft last van elkaar. Nee. Iedereen doet zijn ding. Nee. Ik verwacht dat je dat niet overal kan doen, want dan zit je met het feit dat schaduw, dat de mensen op de begane grond wonen opeens allemaal wegen boven zich hebben. Ja. Maar ik denk om bijvoorbeeld Je hebt natuurlijk bij Kanaleiland heb je ook die flyover die ze hebben gemaakt naar de stad. Dat... Ja, je bedoelt deze graaf van Roggeweg. Daar heb ik een flyover. Ja, deze dacht ik. Ja. Zo'n flyover. Ja, maar dat zo inderdaad. Je hebt ruimte genoeg voor een paar van die dingen. Ja. Maar ik denk dat sowieso een doordat je dus weghaalt van de straat en je koppelt dus die twee wandelroutes met elkaar. Dat is een hele mooie. Shortcut, en dan heb je iets dat echt een trekpleister is in jezelf. Ja, wauw. Dus, dat is echt een fantastisch idee.